Ja, kan niet meer? Ja. Okay. Wat Frank vertelde is dat als je een luidspreker hebt, dan moet ik een spoeletje tekenen. Zo'n cone. Dat je dit systeem eigenlijk ook zou kunnen simuleren. Ik weet niet, herinnert iemand dat nog van de embedded mensen dat Frank dat gezegd heeft in de les? Wat natuurlijk best gemeen was, want toen dacht ik van ja, dan moet ik er eigenlijk ook iets over gaan zeggen. En dat blijkt nog best lastig te zijn. Dus ik ga even kijken. Dus ik heb gisteravond even en vanochtend heb ik even dit zeg maar een beetje proberen door te maken. Eigenlijk is dat wat jullie ook bij elke opdracht, met name bij de eindopdracht ook gaan doormaken. Dus hoe pak je dit nou aan? En wat ik gedaan heb, ik heb eerst zitten nadenken. Ik dacht van, kan ik hier dingen al in herkennen? Ja, Sam? Een spoel. Ja, je ziet een spoel. Een spoel, heel goed. Dus ik heb een spoel. Waar denk ik dan aan? Ja, het is een elektromagneet, inderdaad ook. Maar waar denk ik in termen van eerste orde, noem maar op. We hebben al iets met spoel elektrisch gedaan. Ja, het is een energieopslag. Dus ik denk hier al van, nou wacht even. Werd dat ik in mijn model. Master. Dus ik denk nu al, in mijn model. Moet ik vast een integraal hebben. Want elke keer als ik de vorige keer iets met een spoel of een condensator deed, moest ik integraal hebben. Toch? Kan het woord iets omhoog doen? Ja, heel goed. Oké. Okay. Ja, ik ben geen konijn, hè. Wat valt jullie nog meer op? Wat zou hier nog meer in zitten? Spoel, helemaal waar. Het is stiekem ook een elektromagneet, dus er zit ook een soort... Het is blijkbaar ook een ding wat iets van elektrische energie omzet in mechanische aantrekkingskracht of zo. Dus waar denk je dan aan? Ik denk dan aan een versterkingsblok. Want er zit blijkbaar ook een soort van A naar B transformatie in, toch? De energie gaat zo in en dan gaat er hetzelfde weer uit, maar wel op een iets andere manier of zo. Oké, okay. Wat zou ik nog meer denken? Wat voor blokjes zou ik nog meer kunnen gebruiken? En je kan nadenken over flow. Er gaat, dus je kan zeg maar, bieden elektron zeg maar, je kan er zo doorheen gaan. En dan kun je gewoon kijken van wat gebeurt er dan? Kun je dan naar trillingen per seconde gaan kijken? Ja, er is ook iets wat beweegt. Waar denken we dan aan? Membraan, beweging van je membraan. Ja, beweging van mijn membraan. Wat doe ik dan eigenlijk altijd als het gaat over beweging? Wat zorgt dat iets beweegt? Want daar hoef ik eigenlijk niet zo over na te denken. Dat is altijd hetzelfde. Wat zorgt dat iets beweegt? Kracht. En kracht zorgt voor versnelling. Versnelling zorgt voor snelheid. Snelheid zorgt voor positie. Toch? Ja. Dus wat voor blokjes ga ik al hebben? Ik ga altijd weer die twee integralen pakken. Want ik heb iets wat beweegt. Daar hoef ik niet eens over na te denken. En wat kan ik hier zetten? Wat is de uitkomst van de laatste blokje? X. Wat ik zeg. Wat is hier? 2. En dit hoef ik al. Dit hoef ik niet over na te denken. Dit weet ik eigenlijk altijd wel. En wat zit er dan nog? Er zit nog een 1 gedeelte K blokje voor. Wat was dat? Massa. Oké. Okay. Dus ik. Als ik dit zo zie, hoeveelste orde systeem zal het waarschijnlijk gaan worden? Derde. Ik denk derde. Ik zie al 3 integralen. Oh ja, oké. Wat ik nog moeilijk vind, is van hè, hoe zit die koppeling van die elektrische energie en dit? Want weet je, dit ding zal vast kracht geven ergens, hè, zo'n elektromagneet. En dat zal vast wel hier dan ergens ingaan. Maar ik heb ook een massa. Ik heb hier ook een veer en een demper, denk ik, hè? Toch? Dus ik denk ook dat de terugkoppeling zit. Dit is de demper. Er komt ook vast terugkoppeling en er is ook vast een veer. Dan weet ik eigenlijk ook al standaard. Het zal ook wel zoiets zijn. Maar dit, denk je, misschien iets met Lorenz of zo. Wat zou ik nou doen, denken jullie? Het beste. Hè? Ja, gewoon alles aan elkaar gooien. Ja, dat kan, maar ik weet nog niet zo goed hoe. Googlen. Ik zou googlen, ja. Waar google ik op? Welke term? Ik heb gegoogeld op model loudspeaker. 20 sim model loudspeaker. Is dat een stomme... Dat is best een logische, toch? Ja, dat is eigenlijk best logisch. Ik kwam vrij snel
echt de derde link of zo, kwam ik een leuk artikel tegen. Ik heb dit gedaan gisteren om 8:15. Wat vind ik mijn werk leuk. Ik kwam dit blijkbaar tegen. Ik denk, oké, kan ik hier iets mee? Nou, dat weet ik nog helemaal niet. Ja, even denken hoor. 130 pagina's. Ja, ja, ja. Oh, dan. Ja, ik niet, hè. Ik denk dan gewoon, nou, we gaan eens kijken. Ctrl F. Ja, nee, wat ik gedaan heb. Weet je wat ik gedaan heb? Wat ik doe echt nu letterlijk voor wat ik gisteren gedaan heb, hè? Even voor de duidelijkheid. Ik deed dit. Kan ik hier iets mee? Loudspeaker mechanism. Oh. En ik zag ook nog state space modeling. Nou, dat zegt mij iets, dat zeggen jullie niks. Maar daar werd ik heel blij van. Ik denk, hey, ze hebben er ook echt een model van gemaakt. State space, dat hebben jullie niet uitgelegd. Het is een andere manier om dit te doen. Maar het is eigenlijk hetzelfde. Dus ik had al zoiets van, hey, hier kunnen we wat mee. Hier kunnen we wat mee. Dus ik ben gaan kijken. En ik kwam uiteindelijk dit ding tegen. Wie vindt dit eng? Oké. Daar moet je vanaf. Want vinden wij een... Zo'n DXDT'tje, vinden we dat eng eigenlijk? Op zich wel, maar wat denken we dan al meteen? Als we een DXDT of een DIDT... We zien het differentiaal, dus wat denken we in termen van 20 sin meteen? Dat is ook een integraal. Toch? Oké. En wat we zien, en dat staat in de tekst een beetje uitgelegd. Ze zeggen, die onderste is iets mechanisch. En die bovenste is iets elektrisch. Ik ben niet zo'n elektronicus als Corné, dus ik ga lekker beginnen met de mechanische. Klinkt bij de oren. Nee. Oh ja, nee, sorry. Nee. Ik ben een fysica nerd, dus dat is, ja. Het is meer een smaak, zeg maar, dan... Gewoon een hele formule. Gewoon een saus. Hey, kunnen jullie iets met deze formule? Zullen we eens even... Wat is d kwadraat... X gedeeld door dt kwadraat, wat is dat? De tweede afgeleide van de? Nee, van de plaats inderdaad, van de afstand. Dus wat is dat eigenlijk? Tweede afgeleide van de plaats. Oh, daar staat gewoon A. Wacht even. Er staat dus eigenlijk M keer A plus R keer V. Oh, weet je? R keer V. Oké, hier stond K. Ik zet hier een R neer. Nee, wacht even. R keer V, hè? Hier. Wat zou die R zijn? Dat is de dempingconstante. Oh. R. Ik ga daar al die R zetten. Oké. En wat stond er nog meer? Plus K keer de positie. Oh, die K had ik hier gewoon kunnen laten staan. Zou die formule bijna al helemaal dit ding zijn? Ja. Ja, hè? Dat is chill. Ja. Oké. Het probleem is, er staat nog iets. BLIT. Wat er ook aan de... links wat er ook nog in zit, hè? Dit stukje. Dat is even vervreemd. Even nadenken. BL is blijkbaar een constante. Dat staat in het verhaal. En I is de stroom. Oh, maar dat vind ik eigenlijk wel logisch. Weet je, ik snap dat als er hier stroom is, dat iets doet met die mechanica hier, toch? Stroom die doet iets met de kracht, hoe dat ding beweegt. Wat zei je? Dus dat is magnetisme. Dus dit parkeer ik even en ik ga even kijken of ik het bovenste stuk kan doen. En die is, in het eerste instantie dacht ik echt, die is ingewikkeld. En dat is echt letterlijk, hè? Ik heb hier ook echt gewoon een uur naar moeten zitten staren van, dat is eigenlijk heel ingewikkeld. En toen dacht ik, hij is helemaal niet ingewikkeld. Maar als jullie daar een uur voor nodig hebben, dat is helemaal niet erg, hè? En als je er een dag voor nodig hebt, is ook niet erg. Voor mijn planning wel. Nou ja, we praten over je eindopdracht, hè? En zoiets als dit
zit een beetje op het niveau van je eindopdracht. Of dat je daar een dag naar een formule zit te staren en probeert te snappen. Maar dat vind ik nog niet zo schokkend. Hé, hey, die bovenste formule, hè? Ik zie daar I, T en ik zie daar D, I, D, T. Ik ga die even anders schrijven, die bovenste formule. Ik ga even opschrijven. L, D, I, D, T is U, T, min R, I, T. Min BL DIDT. DXDT, sorry. Meens? Ik heb gewoon die DIDT heb ik links gezet en die UT heb ik naar rechts gehaald. Ik heb een beetje te komen. Maar het klopt wel volgens mij. Ja, klopt. Hoe kom ik nu van die DIDT af? Integreren. Hetzelfde trucje als Kone. Ik doe gewoon precies hetzelfde als Kone. Van DIDT. Integraal van bla. En bla is dit, hè? Hier staat er L integraal DIDT. Dus dit is gewoon L keer I. Is integraal van bla. Mee eens? Dus I is de integraal van bla gedeeld door L. Oké. Okay. Waar haalt u die A van? Die L? Die stond hiervoor. Ja, nee, de bla is gewoon de... Bla is dit. T, I, T, I en D, I. Oh, dat is gewoon een... Ik kan het nu even vervangen. Ja, ik zag maar. Omdat ook BL stond, dacht ik van... Ja, precies. Vandaar de verwarring. Ik voel me wel schuldig dat ik nu heel veel lijn kon schrijven. Voor groei komt je ook. Mee eens? Nee. Er wordt nog T bij de I. Kijk. R, I. Ja, R, I, T. Mag je ook weglaten, maar goed. Ik vind het prima. Even denken, wat moest ik hier instoppen? Wat stond er daar bij die formule? Ik moest dit erin stoppen, hè? Toch? Ja. Oh, die heb ik al. Dus dit. Dus blijkbaar, ik had hier al een integraalblokje tegen. Dat integraalblokje moet blijkbaar maal BL. En dan mag die hier zo inkomen. Toch? Mee eens? Nee, ik volg het nu niet. Oké. Okay. Weet jullie nog dat deze formule, dit hier, was dit stuk? Ja. Maar wat er ook nog in moest, was dit. Die IT. Ja, de IT keer BL. Ik heb hier nu IT. Ja, de T is weggehaald. Bepaald. Yes. Dat doe ik maal BL. En dan weet ik van, ja, dat moet erin. Oké. Dus ik moet de integraal pakken van dit allemaal, gedeeld door L. Ja. Dus, oh, ik weet dus ook al, voor die integraal moet een blokje gedeeld door L. Lijkt maar. En... Ja, weet je, nu heb ik eigenlijk bijna hetzelfde als wat Corné net had, toch? Ik heb wat terugkoppeling nog. Want ik moet blijkbaar... Ja, wat er hierin moet komen is weer... UT moest plus. Toch? En... Min... R... Keer I. Hier stond I, hè? Min BL keer DXDT. Oeh, waar haal ik die vandaan? DXDT. Dat was die... Die staat hier. En dit is een minnetje. Dit is een bende, hè? Ik heb hem heel mooi in 20 sim gemaakt. Ik ben hier wel een uur mee bezig geweest, hoor. Dat is wat ik... Daarom was ik hier vanochtend ook op mijn... Zie je hier een tijdsconstant in? Ja, vast. Alleen ik kan niet zo herkennen wat die precies is. Maar die DXDT zit bij je versnelling. Ja.
Dus in die elektrische formules zit ook blijkbaar een stukje over de versnelling. Wat wel grappig is. Is ook logisch. Ja, je hebt die x natuurlijk. Ja, is ja en dan na de naam wordt hij gedifferentieerd en dan is hij x. Of geïntegreerd. Ah, zo. Hey, toen deed ik dat. Wie snapt dit helemaal wel? Wie snapt dit enigszins? Wie snapt de stappen? Oké, nou dan ben ik eigenlijk best tevreden al. Weet je, dit is natuurlijk, ik deed het even, dit goochelen snel, hè. Maar hier doe je gewoon, als je het netjes wil doen, ben je daar gewoon echt even een uur mee bezig. Zeker. Dat je echt denkt van, klopt dat? Toen had ik hem in 20 sim gestopt. En ik vergeleek hem met wat ze hier hadden. En toen klopte er geen zak van. En ik dacht van, oh, ik heb het fout gedaan. Ik heb een fout gemaakt met constanten. Ik heb een fout gemaakt met model, noem maar op. En maar ik dacht van, weet je, ik ga toch even lezen wat hier eigenlijk staat. En wat hier stond, however, the acoustic pressure produced at some distance, dat staat hier, ik zal hem even groter maken. However, the acoustic, en oh, by the way, daar had ik niet bij verteld, in mijn model had ik hier mijn signal monitor zitten. Oh ja. Hier mijn signal monitor. En dat klopte geen zak met wat ze hadden. En toen las ik dit, however, the acoustic pressure at some distance is proportional to the cone acceleration has to be... Oké. Wat staat hier? Niet de positie hebben, maar accelatie. Ja! Het blijkt dat grafiekje wat ze lieten zien... was helemaal niet de positie van die cone. Dit was een bodemplot, maar dat was niet van de positie, maar van de acceleratie. Dus toen dacht ik van, nou, ik heb mijn model al liggen. Ik trek mijn pijltje zo. En toen kreeg ik hun grafiek eruit. En dat was wel even zo van, wow, vet. Maar dat is dus best een fneukratieve. Maar ik zat ook al, ik vond het ook al raar. Dit is, en als je dit nu niet gaat snappen, dat vind ik nu nog niet zo erg, want nu, dit is echt ook al wel lastig. Ik dacht, wat ik hier heb, ik heb hier een derde oortsysteem. Maar ik had in mijn formule in 20 sim, bla bla, had ik hier gewoon een getal staan. En ik weet dat als daar geen S staat, dat het een laag doorlaatsysteem is. Dat weet ik. Als hier gewoon 1 staat, of 5 of 10, in ieder geval geen S, dan weet ik het is een laag doorlaatsysteem. Ik weet ook dat als hier S kwadraat staat of zo, of S, dan is het bijvoorbeeld een hoog doorlaatsysteem of een bandfilter of zo. Dat weet ik. Ja, dus dat... En ik zag hier van, ja maar wacht even, het systeem is helemaal geen hoogdoorlaatsysteem. Want ik had een, ik zeg hoogdoorlaat, maar ik bedoel laagdoorlaat. Zeg ik nou allemaal verkeerd? Als hier geen S staat, is dit een laagdoorlaatsysteem. Zeg ik dat goed? Ja, dat zei je. Oké, dat zei ik goed. En ik zag deze grafiek en ik denk, dat is helemaal geen laagdoorlaatsysteem. Dus nu had ik al zoiets van, oh wacht even, zit ik wel op de juiste plek te meten? Dat is een stukje inzicht waar ik ongeveer 4 jaar over gedaan heb. Dus dat hoeven we niet te hebben. Maar dan kunnen we wel, als jullie met de opdracht aan het pielen zijn, hè, dan kunnen wij dat stukje inzicht misschien helpen als je vastzit. Dit is natuurlijk, dit is echt al op het niveau eigenlijk van de eindopdracht. Hè? Als je dit kan, dan denk ik, nou weet je, je hebt het wel begrepen. Je hebt het wel begrepen. Ik weet niet of je dan een 10 krijgt, maar toch, dat ben je wel mee eens, denk ik, of niet? Dan heb je het gewoon wel begrepen. Ja, als we dezezelfde tijd doen, dan heb je zeker het begrepen. Dus dat hoeft helemaal niet. Jullie mogen daar prima een week over doen. Oké. Helpt het?